Uit de keuken. Uit de keuken. Ik ga morgen mijn wenkbrauwen en wimpers doen, maar ik heb vergeten te zeggen, ze gaat mij betalen om mijn wimpers en wenkbrauwen te doen. Dat is die influencer lifestyle. Erg, hè? Ze gaat me af en toe niet betalen. En mijn wenkbrauwen. Als ze het lelijk gaat zeggen, ik maak haar dood. Ik weet niet hoe het is. Ja, ik loop wel even. Ja, maar het lastig. Eigenlijk. Zijn er net wat het Engels prepare. Ja, dat is lang geleden. Een half jaartje terug. Jawel, na een half jaartje gaat het een beetje wegvagen. Dus je zegt nog een keertje dan? Maar weet je wel hoe dun ze zijn als ik ze nog niet heb gedaan? Dat zijn ze echt. Grapje, het is puur natuur. Ik heb niks aan mezelf gedaan. Het is puur natuur. Dit is gewoon forever. Dit is gewoon voor altijd. Ja. Is hij niet schoon? Nee, ik heb hem letterlijk gepoetst vandaag. Letterlijk net. Maar ik heb ook cola gepoetst. Ik heb mijn tanden gebleven. Fuck aan me.
met jou? Waarom zeg je dit nou weer? Wat raar. Want gelukkig niet, zoek je toch lekker iemand die het wakker neemt? Zomaar irriteren. Ga jij niets doen? Fuck er met jou. Ja, ik ben ook ver. Puur door deze uitspraak laat ik jou zo lang wachten. Ik laat jou zo. Ja. Voor nu? En dan? Ja, echt iets verder door. Die doen maar meer van de uitspraak. Mama, dit is niet echt. Dit is niet echt aan. Nee, ik denk het niet. Namelijk ook niet, maar ik wil er niet aan denken. Je wilt gewoon die bevestiging. Dat ga ik toch niet vergelijken, dat is toch een beetje psycho. Tenzij je echt wil dat je gaat vergelijken, dan kunnen we op de vlak gaan vergelijken. Ik moet wel zeggen, die van die twee is wel echt immens. Zo immens dat ik het niet al heb. Misschien belde hij me. Oh, mij. Misschien dat ik daar niet serieus was. Ja, dat was echt heftig. Ik heb alle hoeken gezien, hoor. Nee. Ik werd gewoon niet geslingerd. Ja. Want je wilde dat ook niet. Nee, grapje. Ik maak een grapje, hè. Ja. Nee. Ja. Anders in de band, ik moet gewoon snel opruimen. Opgeruimd staat netjes. Niet gewoon doen. Gewoon doen. Alleen dat, weet je wat, ik heb geen zin om over hem te praten, snap je? Ik zeg gewoon, het was gewoon fucking vies. Dat is het enige wat ik erover kwijt ben. Dat is die hele toon. Ik was zo, ik vond het gewoon vies dat ik het amper überhaupt deed. En daar, hij zegt dat hij daardoor vreemd is gegaan. Met een andere chickie. Want hij had een relatie met haar, hè. Maar, boeien. Ja. En toen zei hij van, ja, dat komt daar, dit en dat. Maar ik ben toen heel erg afgevallen. En toen zei hij, ja, je moet eigenlijk mee dankbaar zijn. Want zonder mij zou je er niet zo mooi uitzien. Ik ben zo blij dat ik jou heb geslagen. 2 keer. Ja, dat is de grootste blender die bestaat. En die andere, ik ben gewoon verdwenen van zijn leven. Hij zei, ja, of gewoon ineens, hè. Ik had zijn hond uitgelaten. Toen uiteindelijk, hij was nog even thuis, want hij was net wakker. Dus hij zegt, kan je alsjeblieft je hond uit? Ik laat die hond uit, ik kom terug. Hij zegt van, ja, of we blijven vrienden, of niks. En toen ineens zei hij van, oh, friends with benefits, of je ziet me nooit meer. Maar ik omgedraaid toen. Ja, dat is niet. Je hebt echt een kleine speler, man.
Maar ik had al genoeg bullshit van hem gekregen. Dat het me toen echt niet boeide. Oprecht. Ik dacht van, weet je, you're so stupid. Ja, maar weet je, hij is voetballer, dus dat was heel goed. Dus die zijn niet gingen. Ik had het moeten weten, maar ik had zo. Ik dacht eerst bij jou dat je dan heel leuk zou doen, maar dan kom je niet zo'n flash of zo. Dat je daarbij ineens al flash hebt. Dan ben ik ineens van mij, ik hoef het toch weer te doen, ik ging heel leuk. Dat je gewoon heel lief bent. En meestal nu dat ik het begin en dan naar je. Je snapt toch wat ik bedoel, lafbomen. Ken je dat? Of niet? Ja, ik dacht dat je zou dat doen. Lafbombing. Ik zei ook tegen jou het eerste appje van die vraagt me maar je kan op zich best wel gaan appen nu. Weet je dat nog? Ik dacht, deze fucking homo. En toen werd ik wakker en toen had je zo gezien, zo'n video gestuurd. En toen heb ik het gegeven vandaag lang weten. Toen dacht ik, oh my god, dit is echt zo cute. Dit is echt. Dit heb ik nog nooit iemand gedaan. En dat ik ja, dit is zo. Bingo. Letterlijk alleen daarom al dacht ik van ja, man. Ja, dit is. Nee, dat was echt te waar. Dat was echt leuk. Dat is me echt een verhaaltje, man. Ja, dat vind ik zo prachtig. Ik ga het echt nooit vergeten. Gewoon echt onze wegen kruisden gewoon op dat moment. Dat moet je sowieso niet doen.
Ja, maar dus ik ben meerdere keren geweest. Eeuw. Eeuw. Dus wat is jouw bodycount dan? Want jij zei 4, maar dat is dan niet je bodycount. 4 hoeren. Waar gaat met jou in? Are you serious? Oh my god, dat is echt ziek. Eeuw, ik wil het er niet meer van hebben. Ik zei altijd, ik ga net met iemand samen door de hoofd schrijven. Ja, maar ik heb het vaak. Maar ja, krijg je ervan, hè? Of dat oordelen, dan ga je het zelf op je pad krijgen. Eén keer in de 3 maanden. Is dat niet één keer in de 3 maanden? Moet ik deze voor je reet insteken? Ga maar niet param. Eens in de zoveel tijd, laten we het daar vragen. Maar je bent dus 3 keer geweest, want heb je vaak heb je een bepaalde persoon in de hand. Je bent 3 keer geweest of ben je zeg maar 3 personen geweest? Dus meerdere keren bij dezelfde. Eeuw, je zit niet in godsverdamme. Yousef. Dit kan nog niet. Dus je bent teruggekeerd naar hun. Dus dat kan echt niet. Oh, ik heb er een goede idee over. Niet waar. Niet, je moet nu niet gaan liegen. Want je, toen wij begonnen te praten. Wij begonnen te praten, zei je 2, 3 weken geleden. Dus dan zou het er nooit terug zijn, 2. Waarom ligt je stof? Ik kan niet zo'n 3 maanden en 2 maanden, dat is echt heel onder. Dus het is nu 5 weken terug. Oké, maar je weet dus dat dat tot en met 6 maanden er niets gaat gebeuren. Wat is DNA zeggen? Wat DNA zeggen? Nee, die DNA zit er nog in, geloof me. Jawel, 6 maanden. Wetenschap, ik weet niet, zoek het anders even op. Nee. Wetenschappelijk weten hoe kunnen mensen anders kunnen trekken of ze nou wel of niet verkracht zijn of wel die DNA in jou zit of niet. Dan kan je tot 6 maanden checken. Ik weet het kan je alsnog ongelooflijk. Ik heb niet het gevoel van 6 maanden. Zes maanden. Daar moet je wel testen aan, hoor. Ik zeg je wel heel eerlijk. Voor mij moet je, dat moet je wel. Oké. Ik ben echt serieus, ja, is goed. Oké. Ja, is goed, doen. Ja. Dank je. Ja, dank je.
Subhanallah, dat is zelf dan. Maakt het niet minder erg. Het maakt het niet minder. Nee, maar dat is het laagste van het laagste van jullie. Eeuw. Eeuw. Je bent daar gewoon binnengestapt. Je bent gewoon daar binnengestapt. Met chest gewoon. Met chest, hè? Biggie gerookt en ga daar naar jongen. Oh nee, het ging sowieso zo'n jointje klappen op de voor of de na. Wacht, laat maar even één minuut stilte voor deze tijd. Oké. Okay. Ik heb hier een kruis gezet. En hier een rondje en ik een kruis. Dus waar? Nee, wel. Dit een beetje. En dit hier heb ik me gezet. Dus ik zet nu mijn kruisje. Ik zet nu mijn kruisje. Dus waar zit jij nu in? Waar zit jij je rondje nu? Weet je dat? Hier. Maar nu ben ik. Ik heb nu al gewonnen. Dit is echt zo heftig. Je betaalt. Je gaat naar binnen met chance. Nee. Klaar nu. Nee, niet doen. Zei je dat ook denk ik? Mijn wereld stuurt in. Ja. Die spijt kun je niet naar de eerste keer nemen. Oké, dus je zou het ook doen als ik er dan een keertje niet ben. Oké, 6 maanden. Pa.
Wat nou als ik het echt doe? Nee, maar wat ga je dan doen? Ja, dan is dat maar. Ik was sowieso voorlopig niet. Ja, ik ben dat 5 weken geleden nog geweest. Subhanallah, hè? Ja, sowieso niet. 5 weken is waar niet. Dat is wel echt kort geleden. Trauma. Ja, dus je gaat nog lachen. Trauma. Je hebt heel veel problemen. Je hebt er zeker problemen mee. Omdat je maar beter moet nadenken voor de toekomstige vrouw. Wanneer je als scheidt, je denkt aan het moment van nu. Want jouw... Oké, maar luister dan. Dan ging het gewoon. Dit is echt fucking lelijk voor mijn toekomstige vrouw later. Mijn schijn. Ik vraag het toch. Nee, omdat je dat een aangevraagd terwijl het een vraag is. Dus nee, dan laat ik je niet aanpraten. Dus je hebt geen grens. Je bent geen man. Je bent een dag. Je luistert naar hem, Matthias. Ik zie hem. Ik heb er zeker niet aan gehad, want dit is wat ik hoor. Dat ik iets voor gratis ga doen. Nou dan, yes. Je hebt het toch echt gedaan? Het maakt me niet uit, want ik praat niet met die boys van je. Ik praat met jou. Het maakt het er niet beter. Oké, maar je hebt ook een ex, dus... Oké, maar het is niet alsof ik gek heb gedaan met een of andere gigolo, dus... Oké, dat is echt iets heel anders. Je betaalt ervoor, ik niet. Dus that's the difference. Dus je kan wel het probleem bij mij afschrijven, maar je kan ook gewoon. Ben de tijd en is knap. Knap. En dan is. Het. Ja, het is eigenlijk knap. Compliment. En is knap. En knap, ander woord, je moet een ander woord bedenken. Goed. Ik heb het gedaan, is het net. Thank you.
Angel, dan de Jean. We doen het niet mee, we doen het niet mee. Nog ik het gewoon echt zo teleurstellend vind. En ik heb tegen mezelf gezegd: ik zou nooit met iemand zijn die dat soort shit heeft gedaan. En nu zit ik ermee opgeschoten en nu weet ik niet wat. Haven. Nee, jij praat er ook weer over. Dat is zo fucking teleurstellend. Ja, maar je hebt het al eerder verteld, Samuel, of niet? Ben je trots op? Oké, je hebt gelijk. Je hebt, ja, oké. Weet je wat? Weet je wat? Je hebt gelijk. Ik lach. Je hebt gelijk. Ola, je hebt gelijk. Ik lach het je. Ja, ik lach nu, maar ik neem het echt serieus. Maar ik hou gewoon niet op mijn lach. Ik vind jou gewoon leuk. Nee, oké. Okay. Oké, okay. Weet je wat? Nee? Ik weet het wel, hè? Tadji. Dus wat nog meer? Zonder. Maar ja. Alleen nog maar als ik doe dat eigenlijk alleen echt als ik echt met je echt, ik doe dat niet zo maar met een random iemand, want ik moet echt met je. Nee, maar ik bedoel meer van, ik vind dat echt een best wel een heftig, zeg maar niet echt heftig, maar het is best wel een ding, snap je, voor mij. Dus ik moet jou gewoon goed kennen, zodat ik weet dat jouw hygiëne goed is. Nou, ja, over het algemeen heb ik het, hè. Ja. En ik kan het sowieso niet. En ik moet sowieso eerst je zaakje hebben gezien, zodat ik me mentaal kan voorbereiden. En dan kan ik het de volgende keer doen. Maar ik kan het niet meer gelijk on the spot. Ik snap dat de chickies dat doen, hè. Dat ze in de bosjes gaan met een keel en dan gelijk op een knie gaan. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Is niks voor mij. Maar ja, dus dat. Niemand heeft gezegd dat ik het niet wil. Ik zeg, ik doe het gewoon niet. Dat betekent niet dat ik het niet doe bij jou. Ik hoef die dingen niet zo gek. Maar ik hoef wel, zeg maar, ik hoef jouw dingen niet, want ik weet dat je niet creatief bent op die dingen. Alleen als jij ooit denkt van, Selina, ik wil wel even door je telefoon, door jouw Insta, door je TikTok, voel je vrij, oprecht, voel je vrij om dat te doen. Ja, niet. Gewoon oprecht. Selina, geef je telefoon. Hier heb je hem. Gewoon, snap je? Je mag zelfs die wachtwoord, die kan gewoon, snap je? Dus voel. Tuurlijk, maar als je ooit gewoon eventjes wil kijken, gewoon even wil kijken, gewoon onschuldig, voel je vrij. Ja. Maar kijk, ik snap gewoon, zeg maar, ik snap het vanuit jouw perspectief. Like, als het andersom zo was, zou ik ook eventjes willen kijken wat voor berichten jij binnenkrijgt. Als je zoveel berichten dagelijks krijgt, dus daar ben ik ook gewoon open over. Je mag gewoon kijken, dat is geen stress. Ja. Doe ik ook.
Ja, maar het is leuk dat je echt een discussie hebt. Dan is het ook echt dat je kan je bed licht gaan doen. Je komt een beetje rood over, ik ga opbouwen. Je komt een beetje rood over, ik ga opbouwen. En als ik werkelijk boos begin te worden, ik zeg je heel eerlijk, ik begin een beetje boos te worden, ik spreek je zo. Ik ben toch een beetje over 1 minuut weer wel gewoon. Als dat zo is, moet het sowieso goed. Ja, ik ook niet. Ja, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Toch? Je moet je ook gewoon ergens aanwerken. Al is het gewoon een vingertje op je schouder. Ik moet gewoon die connectie door mij, vanuit jou, door me heen voelen. Was dat alles voor je? Ja, nog een keer. Nee, maar jij hebt sowieso nog veel meer te vertellen aan mij. Ik weet nog lang niet alles. Nee, nu niet. Het komt allemaal. Ja, ik probeer gewoon zo transparant mogelijk met je te zijn. Lukt dat? Ik ben daar echt heel eerlijk in. Ik reageer echt laat op mensen, gewoon content. Ik skip meldingen en zo, maar als ik er nog van jou, dan ben ik gewoon. Ja. Maar je bent gewoon prioriteit. Dat was fucking grappig.
Buiten mijn neus. Oké, genoeg. Ja, maar dus in het donker, zeg maar als het echt donker is buiten, daar ga je niet goed op. Gewoon geen lantaarn vallen. Vraag je wat? Ga je nog geen lantaarn vallen? Och. Anyways, dus in het donker, als er weinig lantaarns zijn, dan ga je beter. Dus je hebt altijd een beetje weg te worden op straat. Maar gewoon thuis of niet. Gewoon op straat. Oké. Interessant. Nee, het is ook niet erg, maar ik snap dat het een beetje een beetje laat zien. Nee, helaas niet.
Dat gaat. Dat. Verslaving dan. Ik zeg eerlijk, ik hou de kaapjes zo netjes beter dan lopen. Kijk, ik heb het gekeken. Nergens, wat zeg je allemaal? Natuurlijk niet. Speel, wat zegt je pen nou allemaal? Maar ik moet gewoon onderweg naar jou gaan. Doen tot aan de deur naar jou brengen. Of... dan wordt het lastig. Ik heb dat gehad, hè. Ik ging één keer met lekker naar buiten. Ik ben lastig gevallen als het geen morgen is. Sindsdien doe ik, als ik naar de gym ga, een legging aan en daarover een joggingbroek. En daarna ga ik naar de gym, ga ik bij die legging gym. Werkt ook niet. Ik doe geen legging meer aan. Ik doe het niet meer. Jij hebt echt op je zin. Waarom dat je zin hebt? Je zegt gelijk. Je zegt gelijk, hè? Schoen. Alleen, ja, is goed. Nee, ik wil dat niet. Ik heb het je al gezegd. Ik zeg het niet. Ik denk dat ik naar huis moet oplopen. Ik wil dan ook gelijk een theetje drinken. So, so cute. That was so cute. Yeah, Leo. Thank you. Thank you.
Dit was zo moeilijk. Ik vond het niet echt. Ik vond het gewoon niet echt. Zeg het eens. Zeg het eens. Niet mooi, hè? Ja, echt mooi. Zo kan. Ik zie er nooit zo mooi. Oh, dat vind ik wel. Gewoon die pose bedoel je. Ja, ik heb wel één mooie. Everything works out in your life. Ik moet het die fucking glitter laten zien, joh. Wat is je probleem? Deze pika is ook lijp in de smaak gevallen. Maar ik ben nu even aan het zoeken naar de foto's die jij wilt. Maar deze was ook in de smaak gevallen. En ze noemde deze dode lepels voor. Maar die pose heb ik gewoon niet. Onder een niveau. Ja, deze pk is gewoon niet job. Mijn haar zit ook schattig. Ja, deze alleen jullie hier niet echt. Maar weet je wat? Je ziet geen voordeel. Maar moest dat? Nee, is niet nodig. Echt? Zo fucking mooi hier niet meer. Misschien is het best goed. Zo. Wat? Ja, maar dat heb ik nu toch niet meer. Wat de fuck aan met jou? Ja. Ja.
dierbaar. Een favoriete lijst krijgen. Voor het eerst even gaan kijken of de hoofdkleur bij de mij past. Nou, ga spelen. Ik ga dat nooit doen hoor. Ik dacht dat zij sowieso. Oh, kijk hoe mooi. Heel veel mensen gingen haat op deze foto. Zeggen van ja, je lijkt op een oma. Die kleur is echt lelijk. Maar ik zie geen probleem meer. Ik vind het koud nog mooi. De kleur is even. Nee, het is blond. Nee, mensen dachten dat het grijs was. Waarom vraag je dan niet? Je verpest het. Je verpest is onze hele band. Ja, waarom je vraagt het dan? Want je begint ook bij jou te schelden en zo. Ik heb het niet meer. Ik ga niet
is geen probleem. Ja, tuurlijk. Het is echt geen punt op haar. Maar ik heb die foto's ook. Ik heb het niet. Dus dat is het ook. Maar het is ook wel geen punt. Blijk. Je mag altijd vragen. Blijk, het is niet erg. Ja. Ja, dat is gewoon wat het is, weet je. Dat is gewoon niet eens. Dus er is nog stress. I just don't have it. Het kan snel gaan, ja. Ik krijg gewoon een rilling door mijn lijf heen, ja. Eigenlijk wel. Ik vind dat erg. Ja, precies. Hoe komt dat? Moet ik zeggen hoe dat komt? Ik vind het heel leuk om te werken, ja. Tuurlijk, waarom zou ik het niet leuk vinden? Gewoon wat je wilt doen. Denk van mezelf. Nou ja, die vond het wel, maar je moet natuurlijk wel gewoon hier en daar wat hebben gedaan, toch? Is dat goed? Is dat leuk? Ja? Nee? Ja? Ja, want dat moet sowieso eigenlijk matchen. Als dat niet matcht, dan... It's pretty much like it's no problem. Should I be like another phone? Ja, gewoon niet met die het liefst. Fijn.
kosten. Sowieso. Die aantrek die ik heb. Ik lach hier niet uit. Ik lach hier niet uit, hoor. Ik vind je leuk. Heb ik dat gemeen? Verder gaan. Ja, mag gewoon verder, een stapje verder. Een stapje dieper, een stapje intiemer. Oh. Een stapje wilder. Bah. In de wildernis. Zes maanden. Ik ben de zware 6 maanden, lieve schat. Het wordt een hele zware 6 maanden, lieve schat. Vandaar als je net mogelijk moet. Nee, oké, okay, maar wel één ding en dat is die ene ding. Dat weet ik al. 6 maanden. Dat hoeft niet. Ik ga wel testen. Ja. En dan? Dan is het gewoon. Hoe noem je dat? Vind jij niet belangrijk? Dan kom je een beetje aan het liegen tegen jezelf. Ik vind het niet belangrijk. Oké, okay, nou dan 6 maanden. Misschien als je het toch niet zo belangrijk vindt. Ja, aangezien je het toch niet belangrijk vindt. Nee. Is het wel belangrijk? Ja, dat sowieso, dat sowieso. Ja, maar like, over wanneer heb je het, zeg maar, like, snap je? Ja, maar bijvoorbeeld nu zou ik het nog niet, want voorlopig zou ik het nog niet, maar like, uiteindelijk. Tuurlijk, of course. Als jij down bent, ben ik down, je weet wel. Als ik down ben, ben jij down. Als wij zijn down, zijn wij down. Als ik je zie, ben ik sowieso down, hè? Ik
Ik luister niet. Je zegt letterlijk dat is wat ik probeer te zeggen. Dus dat betekent dat ik je begrijp. Want ik heb je nu dus kort samengevat. Fucking pannenkoek. Ga me niet testen hier, ja? Ik begrijp je. Dus ga niet. Ja? Ja, ik kan wel zo doen. Het is goed met jou. Dat is toch heel mooi. Nee, want je moet me testen. We zijn echt zo afgelopen. Nee, niet vandaag. Nee.